wachtkamer van het Sint-Anna ziekenhuis in Geldrop zat woensdagmiddag vol bezorgde kinderen. Want hoe gaat het toch met hun grote vriend Foxy? Dokter Bernhard, hoe is het nu met Foxy? Het gaat steeds beter, hij heeft nog wel last van zijn knie. Zijn arm gaat eigenlijk ook nog steeds beter, kan nu wel iets meer bewegen. We gaan nu eventjes naar de afdeling, daar kunnen wat kinderen Foxy begroeten en wat tekeningen geven aan de wetenschapmensen. De Foxy Clubdag komt eraan, gaat hij dat halen? Het is lastig om te zeggen. Heel moeilijk. We doen ons best, we proberen eigenlijk alles te doen, maar wat denk je zelf Foxy? Gaat het lukken? Maar als deze kinderen hun tekeningen en alles bij Foxy inleveren, dan moet het goed komen. Ik denk het wel, ja. Dus zoveel mogelijk tekeningen, zoveel mogelijk brieven, dan komt het helemaal goed. Dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel.